U ziet het, we zijn vandaag met drie man sterk. Ja. En dat zegt iets over het gewicht van de zaak waar we het over hebben. Namelijk veiligheid en recht. En dat raakt de levens van mensen overal in Nederland. Ik zal straks ingaan op de vragen die gisteren zijn gesteld. Maar misschien mag ik eerst kort iets zeggen over mijn nieuwe baan. Want vorig jaar stond ik hier met een andere pet, die van onderwijs. En toen hadden we een interessante discussie over burgerschap. En toen vertelde ik dat op alle scholen waar ik kwam en tegen iedere leraar die ik tegenkwam, zei van besteed ook aandacht aan de fundamentele waarden en vrijheden van Nederland. En naast taal en rekenen is onderwijs zoveel meer. We noemen in de klas het belang van de democratische rechtsstaat. En leer kinderen, onze toekomstige burgers, dat de basisprincipes van onze vrije samenleving niet vanzelfsprekend zijn. En het interessante is dat dat eigenlijk een boodschap is die ik ook de komende 4 jaren graag heel luid en duidelijk zal verkondigen. En ik vind het een eer om aan de fundamenten van justitie, veiligheid en rechtsbescherming een bijdrage te mogen leveren. Voorzitter, rechtsbescherming is daarbij zoveel meer dan een theoretisch concept of een set van wetten en regels. Rechtsbescherming in mijn ogen is het gevoel dat iedere inwoner van dit land ook echt het daadwerkelijk ondervindt dat hij door het recht wordt beschermd. En daarbij zijn 3 dingen van groot belang. In de eerste plaats zou je kunnen zeggen de bescherming van de rechtsstaat tegen krachten die haar ondermijnen. In de tweede plaats de bescherming door de staat. En in de derde plaats de bescherming van de burgers, soms ook tegen de staat. En ik zal die drieslag in mijn inleiding heel kort toelichten, omdat daar ook de prioriteiten voor mij voor de komende jaren in besloten liggen. In de eerste plaats, wat betreft de bescherming van de rechtsstaat zelf. We moeten niet voor niet lief nemen dat wat we hier in Nederland hebben vanzelfsprekend is. En we staan soms in mijn ogen te weinig stil bij de serieuze bedreigingen die er zijn voor onze democratische rechtsstaat. Want die zijn er, soms van buiten. Denk aan dubieuze geldstromen vanuit het buitenland naar organisaties hier die zich keren tegen onze vrijheden en verworvenheden. En soms van binnen, met zware en georganiseerde criminaliteit. Mijn collega Grapperhaus zei daar net al wat over, die mensen in buurten angst aanjagen. En die soms het beeld schetsen dat je er in Nederland zomaar mee wegkomt. Dat slecht gedrag in feite meer loont dan goed gedrag. En dat is de reden dat ik samen met mijn collega aan het beschermen van die rechtsstaat de komende tijd prioriteit wil geven. Voorzitter, dan de bescherming van de burger door de staat. Ik vind alles begint met veiligheid. Dat was 15 jaar geleden voor mij in ieder geval de reden om de lokale politiek in te gaan, hier in Den Haag. Omdat ik vond dat het op het gebied van veiligheid en openbare orde beter kon. En sinds een aantal weken trekken mijn collega Freert Grapperhaus en ik samen op om bescherming te bieden, samen met heel veel uitvoerende instanties, aan burgers en bedrijven in Nederland. Er is al heel veel gezegd over politie en OM. Ik zie mijn taak in voetbaltermen, zou je kunnen zeggen, meer in de tweede helft. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we bescherming bieden nadat een dader is berecht? En daar liggen in mijn ogen grote uitdagingen voor het stelsel van effectieve straffen. Straffen die recht doen aan het leed van slachtoffers en een duidelijke norm stellen, maar ook uitvoering van straffen die de toekomstige risico's voor de samenleving meer beperkt. Met meer werk maken van resocialisatie. En dat is in mijn ogen waar gevangeniswezen, bestrijding van recidieven en slachtofferszorg samenkomen. De scherming van burgers door de staat. Er zijn heel veel vragen over gesteld. Ik zal straks een groot blok aanroeren waar ik weer op in ga. Ik wil toch voorzitter doen. Ja, prima, een algemene inleiding. Maar ik wil ook dat u ingaat op de onderwerpen die u ook dat ga in ik de zeker Kamer doen. Heeft laten weten. Voorzitter. Ter afronding dan van mijn inleiding, het derde deel van mijn opdracht, de bescherming van de burger tegen de staat. En dat is misschien wel rechtsbescherming in de meest klassieke zin van het woord. Tegen de willekeur van de overheid, tegen het risico van machtsmisbruik. En het stelsel van wetten en onafhankelijke rechtspraak, die geeft onze samenleving lucht. Biedt ook zekerheid en stabiliteit. In Nederland verdwijnen journalisten niet zonder proces achter de tralies. Worden vreedzame demonstranten niet uit elkaar geslagen.
En hoeven ondernemers niet bang te zijn dat bij een volgend kabinet of een volgende regering hun bedrijf wordt onteigend. En daarom moeten we zo zuinig zijn op die rechtsstaat en dat vergt onderhoud.